Een korte brand heeft woensdagavond laat voor veel schade gezorgd bij het duikcentrum Dolfijn, een schoorsteenvegersbedrijf en twee appartementen aan de Industrieweg in Best. De brand werd rond 10:50 gemeld door de bewoners van de appartementen. De brandweer zette twee bluswagens en een hoogwerker in. De bewoners moesten hun appartementen verlaten. De brand is waarschijnlijk op de begane grond begonnen, maar de brandweer kon de brandhaard moeilijk lokaliseren vanwege de hevige rookontwikkeling. Het vuur verspreidde zich via de spouwmuur en het plafond, waardoor het blussen lastig was. Tijdens de brand explodeerde vermoedelijk een persluchtfles. Met het oog hierop werd het publiek op afstand gehouden. De gebouwen aan de Industrieweg hebben aanzienlijke rook- en waterschade opgelopen. Rond 12:30 's nachts werd het sein brandmeester gegeven. Het nablussen duurde nog enkele uren.